Over de komende jaren zal de hoeveelheid elektrische auto's alleen maar stijgen. En om de vraag naar openbare laadplekken op te vangen, wordt er in de regiogemeente ingezet op laadpalen. Nijmegen spant op dit moment de kroon met 55 laadplekken en 21 in de maak. De tweede gemeente in de regio qua inwoneraantal, Wijchen, heeft 16 openbare en 18 niet-openbare stroomtappunten. Daarna volgt Beuningen met eveneens 16 openbare plekken om de elektrische auto op te laden. Druten en Heumen belanden onderaan het lijstje met 9 en 4 openbare laadpalen. In Bergendal zijn maar 7 laadpunten te vinden, al moet het aantal worden opgekrikt naar 30 in de komende 3 jaar. In Overbetuwe bestaat er ook een wens om meer laadplekken aan te leggen. GroenLinks stelde hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Die gemeente heeft maar 9 openbare laadpalen.